nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een AliExpress shoplog. Althans, het eerste deel ervan. Het is nu eind oktober. Ik denk dat deze video echt pas eind november, misschien begin december online komt. Ik weet het niet. Als jullie deze video kijken, weten jullie het wel. Maar ik heb heel erg veel pakketjes op AliExpress besteld. En er zijn er al een aantal binnen. Alleen, ik vind het persoonlijk echt heel erg moeilijk om te wachten met het open te maken. En toen een aantal maanden geleden had Esmee Geel een keertje een AliExpress shoplog. En wat zij toen deed, is iedere keer als er wat pakketjes binnenkwamen, filmden ze dat en dan plakten ze achter elkaar. Ik vond dat echt een mega goed idee, dus ik dacht, weet je, dat ga ik ook lekker doen. Ik heb nu namelijk 6 pakketjes binnen, die ga ik nu aan jullie laten zien. Wanneer er volgende keer weer ongeveer 6 à 7 pakketjes binnen zijn, laat ik die ook weer aan jullie zien. Plak ik achter elkaar en misschien dat er dan ook nog een derde deel achteraan komt. Want ik heb namelijk best wel veel besteld. Ik vind AliExpress shoplogs altijd super leuk om te kijken bij anderen, dus ik hoop jullie ook. Dus laten we maar snel beginnen. Als allereerste pakketje die ik al heb opengemaakt en gebruikt heb, maar het is echt een favoriet. Dus ik dacht, ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk meer voor de AliExpress shoplog, maar ik wilde hem zo graag aan jullie laten zien. Want dat is namelijk deze gezichtsreinigingsborstel. Je hebt deze dingen natuurlijk van Foreo, heet dat volgens mij. En dat zijn ze echt 80 euro per stuk. Deze is met de verzending erbij volgens mij iets van 4,50 en werkt echt super. Aan de onderkant moet je hier een batterijtje in doen en dan heb je aan de voorkant een aan- en uitknopje zitten. Hier heeft hij van die zachte haartjes en hier heeft hij van die wat grotere haartjes. Als je hem dan aanzet, ik weet niet of je het hoort, begint hij met trillen. En dan kan je dus heel makkelijk zo je gezicht schoonmaken met een reinigingsgel erop. Ik heb hem deze afgelopen maand echt super veel gebruikt. Ik gebruik hem eigenlijk bijna iedere dag. En ik vind hem echt heel erg fijn werken. Dus dit is echt zeker een aanrader. Ik zal trouwens van alles een linkje in de beschrijving zetten als ik het nog kan vinden. Want dit is natuurlijk wel al in september besteld. En voordat deze video online komt is het ongeveer eind november, begin december. Dus als ik het nog kan vinden zal ik het in de beschrijving zetten. Dus dan weten jullie dat. Ik heb niet meer bijgehouden vanaf wanneer het binnen is gekomen. Hoe lang het er ook weer heeft gedaan. Zal ik met de volgende pakketjes wel weer doen. Maar dit pakketje ligt er al sinds 10 september. Met de eerste twee pakketjes heb ik het volgens mij wel opgeschreven. Daarna ben ik het een beetje vergeten. De pakketjes die vanaf nu binnenkomen zal ik dat wel weer bij doen. Maar dit pakketje is van 10 september. Oké, dit is best wel grappig. Ik heb namelijk AirPod hoesjes besteld. AirPods, hoe je het wil noemen. Alleen die heb ik zelf nog niet. Ik wil heel graag AirPods kopen. Maar ik twijfelde heel erg van ga ik het wel chill vinden en zo. En toen heeft Milan ze 2 maanden geleden of zo gekocht. En ik dacht oké, weet je, als hij ze echt fijn vindt en na 2 maanden, 3 maanden nog steeds zegt, je moet ze echt kopen, dan ga ik ze ook kopen. Dus waarschijnlijk dat ik ze volgende maand ga kopen. Of voor kerst ga vragen of zo. Maar ik wil wel gewoon vanaf het begin dat ze goed beschermd zijn. Dat het doosje mooi blijft. Want bij heel veel mensen verkleurt die. Dus ik heb 2 hoesjes daarvoor besteld. Als eerst een lila kleurig hoesje. Ik ga het even openmaken. Dat is deze. En aan de onderkant heeft hij ook zo'n ja, hoe noem je dit? Beschermingetje dat er geen stof in komt. Ik kan natuurlijk nu niet laten zien hoe ze zitten. Maar Milan heeft deze zelf ook besteld in het legergroen. Precies dezelfde. En bij hem passen ze wel gewoon en zit het gewoon prima. Hij vindt het heel erg fijn. Dus ik ga ervan uit dat ja, ze gewoon prima werken. En dan heb ik hem ook nog in een lichtroze kleur. Die ik dacht, leuk voor de afwisseling. Volgens mij waren ze echt maar 1,40 per stuk of zo. Dat is deze lichtroze. Verder gewoon precies hetzelfde hoesje. Dus dat zit er in het eerste pakketje. Dan dit pakketje en aan allebei de kanten staat mijn adres. Dus vandaar dat ik het even zo laat zien. Maar deze is op 2 oktober binnengekomen. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Ik heb echt oprecht ook geen idee gewoon. Oh, ik weet het al. Dit is zo'n konijnen haarbandje voor als je bijvoorbeeld je make-up gaat doen. Of een masker op gaat doen. Zodat je haar niet in je, ja, in je make-up of in je masker komt. Ik zal maar even opzetten. Oh, dit ziet er echt niet uit. Ja, wel heel handig, want er zit oprecht geen haar nu in mijn gezicht. Als ik nu een masker op zou doen, ziet er wel heel hilarisch uit. Heel leuk. Oh, er zit hier ook ijzerdraad en je kan ze ook verbuigen. Ik kan hem ook omhoog zetten. Heel leuk. Dus deze, dit is een van de dingetjes die ik gewoon een beetje heb besteld. Vond ik leuk. Er zijn natuurlijk ook dingen die ik serieuzer heb besteld. Bijvoorbeeld die reinigingsborstel. Dat is gewoon echt heel erg chill om te gebruiken. Maar dit was een beetje meer gewoon voor de grap. Gewoon ja, op AliExpress, als je daarop zit te kijken, het triggert je gewoon of zo om al die shit te bestellen. Terwijl het slaat nergens op. Maar ja, ik heb nog 3 pakketjes waar nu geen datum op staat. Zoals ik al zei, zal ik op de volgende pakketjes die binnenkomen wel weer een datum erop zetten. Maar dit is er dus eentje zonder. En ik denk al te voelen wat het is. Kijk, ja. Dit komt oprecht best wel goed van pas nu. Want ik heb dit namelijk morgen nodig. Dit is zo'n tool om nepwimpers mee op te kunnen plakken. Ik had het toen een keertje bij Melissa gezien. Een vriendinnetje van mij. En dat vond ik toen zo handig. Maar hoe krijg ik dit open? Oh, hier aan de achterkant. Grapje. Ik had het toen een keertje gezien bij Melissa. Want we hadden toen een dansvoorstelling. En toen wilden we nepwimpers op. En ze had toen dit ding. Echt super handig. Je kan hiermee dus zo je wimpers pakken. En dan zo er
opplakken. Morgen heb ik een Halloween feestje bij mij thuis. En dan wil ik ook net wimpers op gaan doen. Dus dit komt echt super goed van pas. Dat ik dit nu openmaak. En dat voelt ook best wel stevig en goed. Van goede kwaliteit aan. Dus top. Dan een groter pakketje. En hiervan weet ik denk ik al wat het is. Dat zijn namelijk 46 scrunchies. Ik zag op AliExpress een advertentie voorbij komen van 46 scrunchies voor 9 euro. Nou, de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik echt wel iets van 25 paar scrunchies heb. Maar toen zag ik deze aanbieding of deze advertentie met zoveel verschillende kleurtjes. Oh my god, dat ik het echt niet kon laten. Ze zien er wel, moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje goedkoop uit. Maar ja, wat wil je ook. 46 scrunchies voor 9 euro. Ik had het toen uitgerekend. Volgens mij was dat letterlijk 12 euro per, of 12 cent per scrunchie of zo. Kijk even. Oh! Kijk nou hoeveel. Dit is toch niet normaal. Ik zal een beetje een paar kleurtjes laten zien. Ja, ik kan natuurlijk niet alles laten zien. Maar je hebt echt letterlijk alle kleurtjes. Heb je gewoon. Ze voelen nog best wel oké aan. Want Rowan heeft een vriendinnetje uit mijn klas. Dat ze dus ook besteld. Maar bij een andere koper. En die scrunchies waren echt heel klein en dun. En niet echt heel mooi of zo. En deze op zich nog wel mooi te doen. Ik ben heel erg benieuwd naar wit. Ik vind wit gewoon best wel een mooie kleur laatst of zo voor een scrunchie. Kijk, ze zijn nog best wel groot. Kwaliteit zal natuurlijk echt veel minder zijn dan dat je een scrunchie bij Lovies of Kostes of zo koopt. Maar er zitten echt wel mooie kleurtjes tussen. Kijk nou. Even kijken wat mijn favoriete kleurtjes zijn hoor. Oh, dit vind ik ook mooi. Dat lichtgeel of dat beetje mintgroenige. Dit vind ik ook schattig. Dat hele Barbie roze en dit lila. Ja, hier ben ik wel echt heel erg blij mee. Ik heb er weer lekker genoeg. Ik had er al genoeg. Nu heb ik er nog meer. Ik had een mandje waar precies al mijn scrunchies in passen. Nu moet ik echt eventjes een ander mandje gaan zoeken waar het in kan. Want ja, ik heb er nu 46 extra. Dat is wel nodig. En dan voor vandaag het laatste pakketje alweer. En hier zit ook weer geen datum op. En bij deze weet ik ook oprecht niet wat het is eigenlijk. Oh ja. Dit is ook weer een beetje in het thema van beauty. Ik heb best wel veel beauty dingetjes besteld. Dit is namelijk een bakje voor je maskers. Ik hou echt van maskertjes op in mijn gezicht. Maar soms wordt het echt zo'n kliederboel. Ik dacht eigenlijk dat het van siliconen was. Dat je het echt helemaal zo kon bewegen. Maar het is dus van plastic. Maar er zit dus zo'n maskerbakje bij. En dan een maskerkwast. Die best wel hard is. En dan zitten er nog van die cupjes bij waarmee je dus, stel je gaat zelf een masker maken, kan je het afmeten. En nog een spateltje om je masker zo mee te mengen. Ik moet echt een beetje denken aan van dat kindermake-up of zo. En dit is weer zo'n typisch dingetje van, ik zag het en ik wilde het hebben. Volgens mij was het ook maar echt iets van een euro of zo. Dus die. Dit waren dus alle pakketjes voor vandaag. Ik zie jullie weer wanneer er weer meer pakketjes binnen zijn. Er zijn weer een paar weken verder en een paar pakketjes verder. Ik heb nog niet alle pakketjes binnen helaas. Ik weet ook niet of die nog gaan komen. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker de video nu verder filmen. En die paar pakketjes, als die nog binnenkomen, laat ik ze aan mijn weekvlog zien. Maar het duurt zo lang dat ik niet zeker weet of ze überhaupt nog wel gaan komen. Dus ik ga nu de laatste paar pakketjes aan jullie laten zien. Ik ga beginnen met iets wat ik al in mijn weekvlogs heb laten zien. Maar ik vond het zo'n goede en leuke tip dat ik dacht, ik laat het toch ook nog eventjes in deze video zien. En dat is namelijk deze neppe Dior backstrap. Misschien kennen jullie de backstraps van Dior wel. Die zijn echt rond de 800 euro of zo. En deze heb ik dus gevonden op AliExpress. Er staat verder geen Dior op of zo. Dus het is niet een echte namaak. Ja, hij is wel geïnspireerd hierop. Hij was 18 euro en ik heb hem al gedragen. Want ik vind hem namelijk heel erg leuk staan met mijn nieuwe Yves Saint Laurent tas. Dit is hoe hij eruit ziet. Hij is echt van best wel mooi materiaal. Dit is ook gewoon ijzer. En het is gewoon heel mooi afgewerkt. Het leer is ook mooi. De hardware is precies dezelfde kleur als mijn Saint Laurent tas. Dus hier ben ik heel blij mee. Deze kan ik helaas niet meer vinden op AliExpress. Maar wel een paar gelijksoorten. Dus die zal ik wel in de beschrijving erbij zetten. Maar deze heb ik helaas niet meer kunnen vinden. Ik had het zakje trouwens van die backstrap bewaard. Die was binnengekomen op 19 november. En zat best wel goed verpakt. De riem zelf, of de backstrap zelf, zat hier doorheen door dit papier. En daaromheen zat nog eens bubbeltjes plastic. Dus het zat best wel goed verpakt. En deze kwam echt heel erg snel binnen. En dan gaan we verder met de laatste overige pakketjes. Even kijken welke er als eerste binnen zijn gekomen. Dat zijn deze twee. Dus daar ga ik ook gelijk mee beginnen. Als eerst deze oranje. Er zit een kaartje bij. Met thank you en allemaal informatie. Ik denk van de verkoper.
En een klein doosje. Dus het zullen wel sieraadjes zijn. Even kijken. Ik had 2 oorbelletjes besteld. Het zijn een beetje van die old school oorbelletjes. Ik vond dat wel heel erg leuk. Want zie je de laatste tijd dus heel erg veel. Het ziet er echt uit alsof ik het gewoon bij een winkeltje heb besteld. Het is een setje van 2. De ene is, zoals je kunt zien, een los ringetje met aan de voorkant wat steentjes. En de andere is datzelfde ringetje. Alleen dan hangt er nog een bedeltje aan. En daar staat op pol. Dit leek me heel erg leuk om dan zeg maar in combinatie te dragen. Dus hier dan de een. En hier dan de ander. Je ziet dat best wel vaak voorbij komen. Van die grotere merken hebben dat nu tegenwoordig ook. Dat je dan eentje met echt zo'n leuke hanger aan hebt. En de ander gewoon normaal. Dus die heb ik bij hun besteld. En dan heb ik nog een beetje hetzelfde soort idee. Met een ander setje. Alleen deze is eentje met een knopje. En dit is een beetje een oog. En de ander is met een ringetje met allemaal bedels eraan. En ik zag dit dus een keertje op Instagram. En ik dacht dat moet wel van AliExpress komen. Dus ging ik het opzoeken. En dit vind ik ook heel erg leuk. Als je dan hier die grote hebt. En hier dan zo'n knopje. Normaal zou dit niet helemaal mijn stijl zijn, maar bij anderen vond ik het er altijd heel leuk uitzien. Dus ik dacht, weet je, ik bestel het gewoon. Volgens mij kostte dit ook geen drol. Dus dat heb ik bij dezelfde verkoper besteld. En het zit in een heel mooi doosje. Dan een pakketje die ook is binnengekomen op 13 november. Net als het vorige pakketje. Is deze. Even kijken of ik deze open ga krijgen. Oeh, dit zijn ook weer sieraden. Volgens mij zijn dit allemaal sieraden. Want de laatste keer heb ik echt heel erg veel sieraden besteld. Maar dit zijn van die earcuffs. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ik heb hier een earcuff in. En die is dus van Reinders Food Fashion. En ik zag op AliExpress ook allemaal earcuffs. En volgens mij was het echt 2 euro voor 6 van die dingetjes. Zit in zo'n bubbel plastic zakje. Oeh, ze zijn wel groot. Maar wel leuk. Dit zijn ze. En ze hebben allemaal verschillende kleurtjes. Je hebt een zilveren heb je. Je hebt een rode. Een paarse, een groene, een beetje een goudgelige en een beetje een lavendelkleurige. Ik ga eventjes eentje in doen. Kijken of dit leuk staat. Oh, wel een beetje pijn. Oh, ze zit wel. De onderste is dus van Reinders Food Fashion en die bovenste is dus van AliExpress. Ik ga eventjes die onderste eruit halen. Ja, ik vind hem wel leuk, maar ik vind het wel groot. Maar ik vind het er wel gaaf uitzien, vooral als je dan wat meerdere naast elkaar hebt of zo. Dus die. Dan weer het ene laatste pakketje. En dit is een wat groter pakketje. Ik had dus ook nog een nieuwe jaderoller besteld. Alleen die is nog steeds niet binnen. Ik denk ook niet dat dat hierin zit. Ah, ja. Ik weet alweer wat. Oh. Volgens mij zijn dit babyhandschoentjes. Ik had dus wanten besteld. Want ik hou echt heel erg van wanten. Handschoenen vind ik heel naar of zo. Omdat je vingers zitten apart. Dus het blijft niet warm. Maar wanten vind ik dus heel fijn. Maar volgens mij zijn dit babywandjes, ja. Oh, wat stom. Hier past echt mijn hand niet in namelijk. Oh, wat stom. Dit zijn kinderwanten. Ik dacht dat het volwassen wanten waren. Nou had ik ze namelijk echt heel leuk gevonden. Nou, dan ga ik die maar aan mijn nichtje geven of zo. In ieder geval wanten dus. En dit is dus het laatste pakketje. Ik had ook nog lekkere warme sokken besteld. Maar die zijn dus ook nog niet binnen. Maar ja, als dat binnenkomt zal ik het wel gewoon in mijn weekvlog laten zien. Maar ik ga niet nog langer wachten met deze video erop zitten. Oh, wat schattig. Ik heb oorbelletjes besteld. Ik weet niet of ik dit ga dragen eigenlijk nu ik ze zo zie. Maar ze zijn wel schattig. Het zijn oorbelletjes met aan de ene kant een sterretje en aan de andere kant een maan. Maar bij Flop in de nieuwe collectie hebben we nu dus ook zoiets. Even kijken hoor. Hier heb ik het maantje. Kijk, dit is het maantje. Het is een goud maantje en er zitten er zilveren steentjes in. En die ander heeft dat ook. Maar dan met een sterretje. Dus die, ik vind het niet heel leuk eigenlijk. Op de site zeggen ze er leuker uit. Maar ja, AliExpress. Maar ja, er hadden dus nog sokken binnen moeten komen. Ik ga even kijken wat er nog allemaal binnen had moeten komen. Nou, ik had dus nog van die lekkere cozy sokken besteld. In het lichte roze en in het grijs. Die zijn er nog niet. Ik had een nieuwe jaderoller besteld. Want mijn ligt nu bij Miel. En ik dacht, het is handig als ik er eentje thuis heb en bij Milan liggen. Wat had ik nog meer besteld? Oh ja, en dit waren trouwens die handschoenen. Oh ja, er staat ook meisjes handschoenen bij. Oeps. Maar ja, in ieder geval, dat moet dus nog binnenkomen. Ik weet niet wanneer dat gaat komen en of dat überhaupt nog gaat komen. Maar zal ik het in mijn weekvlog laten zien. Dit was voor nu in ieder geval de AliExpress shoplog. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Willen jullie dit nou vaker zien? Laat leuke dingetjes achter in de reacties wat jullie leuk vinden om te zien. Wat kan ik bestellen op AliExpress? Dus kom maar met tips. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!